De avond van NPO Radio 5. Zendtijd voor politieke partijen. Dit is een uitzending van de Partij van de Arbeid. Vanavond is John Kerstens in de studio te gast. Tweede Kamerlid voor de PvdA en woordvoerder voor sociale zaken. Ik praat met hem over inkomen en arbeid. Meneer Kerstens, goedavond. Goedenavond. Um, deze week is de wet Normering Topinkomens erg vaak in het nieuws geweest... Um, wat is de stand van zaken hiermee? En wat houdt de wet in als eerste? Ja, laten we daarmee uh, mee beginnen. Kijk, uh, wij als Partij van de Arbeid vinden dat onze belastingcenten moeten gaan naar excellent onderwijs, naar prettig wonen, naar goede zorg. En niet op moeten gaan aan torenhoge salarissen uh, van directeuren, uh, bestuurders en, en bazen. Uh, we kennen in Nederland al een tijd de balkenende norm: dat als je in de semi-publieke sector werkt, je salaris niet hoger mag zijn dan dat van de minister-president. En uh, dit kabinet, de Partij van de Arbeid voorop, heeft uh, afgesproken dat die norm wordt verlaagd. Dat de nieuwe norm, het nieuwe maximum salaris, straks het salaris van een minister is. Dat is een hartstikke mooi salaris als je de publieke en de semi-publieke uh, zaak mag dienen. Als je bijvoorbeeld directeur van een woningcoöperatie bent of directeur van een zorgorganisatie, uh, van, uh, van een school. En we zijn uh, deze week verder gegaan in het traject wat moet leiden tot die nieuwe wet. En in het nieuws deze week was een hoorzitting... Maar de mensen waar het om gaat, de Tweede Kamer, eigenlijk, ik zeg het maar simpel, kwamen vertellen dat die wet er niet zou moeten komen. En je snapt, de Partij van de Arbeid is daar niet mee eens. Wij vinden dat die wet er wel moet komen. Een van de speerpunten van dit kabinet is de werkgelegenheid. De arbeidsmarkt paart veel zorgen, ondanks dat het wat beter gaat. Wat verwacht u voor de komende tijd? Gaat de werkloosheid dalen, stijgen? Nou, Het is goed dat u zegt dat het al wat beter gaat. Een van de grootste opdrachten van dit kabinet... Toen het aantrad eind 2012, was natuurlijk een eind proberen te maken aan de crisis. Dat was echt de zwaarste crisis van na de Tweede Wereldoorlog. Die heeft uh, heel veel mensen hun baan uh, gekost. En we hebben dus ontzettend ons best gedaan om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. Te zorgen dat bijvoorbeeld de arbeidsmarkt werd uh, vernieuwd, de woningmarkt. Om op die manier de economie weer aan de gang te krijgen. Dat lukt, de werkloosheid, uh, zelfs onder... Oudere werkloos geworden werknemers, die toch de moeilijkste positie op de arbeidsmarkt hebben, die daalt. In algemene zin doet hij dat al voor de vierde maand achter elkaar. Je ziet de economie ook weer een klein beetje groeien. Dat is deels toch een effect van dat overheidsbeleid. Daarnaast proberen we de economie te stimuleren. He, meer dan een miljard euro voor banenplannen. Een verlenging van de lage btw als je je huis wil laten verbouwen of renoveren. Dat ...zorgt dat er heel veel bouwvakkers aan de slag uh, kunnen, uh, kunnen blijven. Dus de vooruitzichten zijn goed. Maar we weten ook dat Nederland zoals het heet, een open economie is. Als er in het buitenland iets gebeurt, als er dingen uit de hand lopen... ...dan kan dat effect op ons uh, hebben. Dus vandaar dat wij zeggen dat gaat de goede kant op... ...mede dankzij het kabinetsbeleid. Uh, maar er staan nog veel te veel mensen aan de kant. En vandaar dat we inzetten op extra maatregelen... ...om toch zoveel mogelijk mensen de baan te geven die ze verdienen en die ze willen. Een van die sectoren waar veel over te doen is, is de thuiszorg... Wat kunnen gemeenten zelf doen om, om dit zoveel mogelijk te voorkomen, ontslagen in deze sector? Nou, kijk, een van de hervormingen die het kabinet doorvoert, dat is de hervorming van de zorg. We gaan er niet op bezuinigen, dat hoor je wel eens vaak, maar we gaan de kosten in de klauw houden, om het zomaar te zeggen. Dat doen we ook om de zorg beter te maken, dichterbij. Mensen, zodat niet meer de stopwatch doorslaggevend is van degene die de zorg verricht, maar gewoon zijn of haar professionaliteit. Denk aan de zorg in de wijken die nu uh, wordt, uh, wordt opgezet. Um, maar dat gaat niet vanzelf. Als je gaat hervormen, dan veranderen de dingen, dan komt er onzekerheid, en dat betekent uh, dat er. Ja, toch wel mensen, en niet weinig helaas, in de zorg te vrezen hebben voor een baan of een baan verliezen. En wij als Partij van de Arbeid, wij vinden die hervorming hartstikke belangrijk. Want niks doen, dat zou pas echt asociaal zijn. Want dan lopen de kosten uit de klauw. Maar het moet wel zo zorgvuldig mogelijk. Dus daar waar we kunnen, proberen we het kabinet zo ver te krijgen om maatregelen te treffen die toch zoveel mogelijk mensen in de zorg aan, aan het werk houden. Dat lukt, niet voor iedereen helaas, maar wel voor veel meer mensen als we dit niet zouden doen die extra uh, maatregelen. In de thuiszorg bijvoorbeeld zijn we er onlangs in geslaagd om in totaal uh, 75 plus 40, dus 115 miljoen euro extra vrij te maken. om gemeenten in staat te stellen. om mensen die de thuiszorg straks misschien niet meer krijgen. en ook niet een thuiszorgmedewerker helemaal kunnen betalen. om die gewoon. ja, laat maar zeggen. een deel van de rekening. Uh, uh, voor te laten schieten. De gemeentes. die hebben dus de gelegenheid. Om thuiszorg goedkoop aan te bieden door de mensen die thuiszorg gaan bestellen uh, te helpen om de kosten draaglijk te maken. Op een manier die voor die thuiszorgmedewerkers, want dat is ook belangrijk, fatsoenlijk is. We zijn er niet voor dat er allerlei constructies ontstaan waarbij die thuiszorgmedewerker helemaal geen rechtspositie heeft of geen pensioen opbouwt. Dat moet op een fatsoenlijke manier. En via die uh, miljoenen euro's die we nu vrijgemaakt hebben, komen nog meer... Uh, miljoenen euro's aan dat er gewerkt wordt aan een uh, sectorplan, een banenplan in de zorg. Proberen we die overgang, niet alleen voor de cliënten, maar ook voor de medewerkers in de zorg, zo fatsoenlijk mogelijk, zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. Dus u denkt hier echt banen mee te kunnen winnen? Ja, gemeentes zijn gelukkig uh, met dat extra geld goed aan de slag uh, gegaan banen winnen is misschien niet de goede term. Het gaat om banen behouden. Dat is ook erg belangrijk uh, natuurlijk. En zoals er nu naar uitziet met die laatste 115 miljoen euro die we hebben weten vrij uh, te spelen bij het kabinet, kunnen toch weer zo'n 14.000 mensen in de thuiszorg meer aan het werk blijven dan als we deze maatregelen niet zouden hebben genomen. Komen alle gemeenten kunnen hiervoor in aanmerking komen? Ja, alle gemeenten. Dus heel veel gemeenten hebben het al gedaan. En in ieder geval waar de Partij van de Arbeid iets te zeggen heeft in de gemeenteraad, of in het college zoals dat heet, dat is op aardig wat plekken nog wel, is het ook al gebeurd. Maar ik roep natuurlijk ook alle andere gemeentes op van dat geld lichter, gebruik het waar het voor bedoeld is, help de mensen aan thuiszorg en doe dat op een fatsoenlijke manier waarmee je ook thuiszorgmedewerkers aan het werk haalt. Gaat het volgend jaar meer veranderen? Uh, gemeenten worden bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de participatiewet? Um, hoe is de stand van zaken daarin? Want mensen zijn soms bang die nu in een beschutte werkplaats werken, um, dat ze daar straks geen recht meer op hebben of aan de kant komen te staan. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, Het is niet zo dat op 1 januari 2015 de wereld ineens helemaal gaat veranderen, maar er verandert wel wat. Hè? De gemeentes worden verantwoordelijk voor, uh, voor de zorg, voor de jeugdzorg en voor het aan de slag helpen van mensen die, net als jij en ik, graag in met en door hun werk. Vooruit willen komen in hun leven, maar daar net even wat meer hulp voor nodig hebben. Mensen die nu in de sociale werkplaats werken, waar jongens, dus jeugdgehandicapten, en mensen die op een bijstandsuitkering aangewezen worden. Dat laatste, daar komt een nieuwe wet voor, dat is die participatiewet. Wij krijgen nu signalen op heel veel plekken dat het goed gaat. Erg belangrijk vind ik dat op heel veel plekken de sociale werkplaats blijft bestaan en gewoon een rol krijgt in die nieuwe wet. Daar heb ik als. Kamerlid van de Partij van de Arbeid ook steeds uh, voor gepleit. Maar we zien ook op sommige plekken, niet waar wij het voor te zeggen hebben in de gemeente, maar op andere plekken, uh, dat, uh, dat, dat voor de allerzwakste, dus de mensen die niet in het bedrijfsleven met begeleiding aan de slag kunnen, maar die aangewezen zijn op, zoals het inderdaad heet, beschut werk, dat het daar toch een beetje begint te wringen. Dus ook hier heb ik uh, gebruik gemaakt van het middel wat we hebben om de staatssecretaris vragen te stellen van hoe gaan we nou zorgen dat die mensen die recht hebben op zo'n beschut werkplek... dat die die ook krijgen, want dat is belangrijk. Heeft u harde eisen ook aan werkgevers gesteld? Jazeker. Um, in het sociaal akkoord dat vorig jaar is afgesloten... hebben werkgevers... nu zeggen ze een beetje dat ze daartoe gedwongen zijn... ik zeg altijd, dat is gewoon goed onderhandelen... van Jetta Kleinsma en Lodewijk Asje geweest... hebben werkgevers afgesproken dat ze de komende jaren... tenminste 125.000 plekken gaan vrijmaken... voor mensen met een beperking. De mensen over wie ik het net had... Er wordt nu hard aan getrokken in cao-onderhandelingen, in bedrijven, in regio's. Onze wethouders lopen daar vaak in voorop om die plekken in te vullen. En we hebben een stok achter de deur als werkgevers hun afspraak niet nakomen. Dan treedt de zogenaamde quotumwet in werking. En daarmee, zo zeg ik het altijd, helpen werkgevers een handje om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Als ze de door een zelfgemaakte gemaakte afspraak niet nakomen, dan worden ze daartoe door middel van de wet verplicht. Uh, laatste vraag, meneer Kerstens. Hoe gaat, u de gemeente, hoe gaat u het in de gaten houden dat het allemaal goed gaat volgend jaar of waar het misschien minder goed gaat? Hoe wilt u dat vanuit de Kamer een beetje mee controleren? Nou ja, kijk, ik heb altijd gezegd uh, toen ik twee jaar geleden in de Kamer kwam, van uh, mijn werkplek is niet alleen maar Den Haag. Mijn werkplek is vooral ook het land. Dus ik ben de afgelopen twee jaar, net zoals heel veel van mijn collega's van de PvdA-fractie het land in geweest. Sociale werkplaatsen, bedrijven, gemeentes. Uh, en dat blijven doen, dat gaan we zelfs nog een beetje meer uh, doen, want ik gaf net aan, een aantal van de hervormingen die dit kabinet doorvoert zijn hartstikke belangrijk, of het nou de woningmarkt is, de arbeidsmarkt of de zorg, um, maar het gaat er niet alleen om om mensen perspectief te bieden van nou, straks ziet het er zo uit en dat is allemaal beter, we moeten vooral onderweg daar naartoe niet struikelen, dus we moeten vooral onderweg daar naartoe, in deze periode mensen houvast. vast... En zekerheid bieden. En daar waar het fout dreigt te gaan, daar zit de Partij van de Arbeid er bovenop. Of wij dat nou vanuit Den Haag zijn of onze mensen in de gemeente. Meneer Kerstens, hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Wilt u meer over de P van de weten? Kijkt u dan op onze site www.pvda.nl